Ik denk dat er anderen zijn die nog schever hangen. Maar Wil van Rooij's woonboot hangt scheef genoeg om voor problemen te zorgen. Nou, in ieder geval grote blokken onder het bed aan één kant, zodat we recht slapen. Alle sloten die gaan lastig dicht. Ik heb boven in de ramen, er zijn een paar ramen geknapt. Dat is ook altijd heel vervelend. Ook de woonboot van Laura Tammeling heeft kuren door de lage waterstand. Aangezien de rivier, het water, de waterstand afhankelijk is van wat er in Duitsland gebeurt, gaan wij scheef hangen. Deuren gaan niet open of deuren gaan niet dicht. Je evenwichtsorgaan wordt een beetje op proef gesteld. De ene woonboot ligt schever dan de ander. Er zijn een aantal arken hier die meer last hebben dan wij. Die liggen net op een andere plek. Het water slijt anders uit. Of de bodem slijt anders uit door de waterstroom. En zij komen dus heel anders te liggen. Er kan iets tegen het scheefliggen worden gedaan. De oplossing is baggeren. Ze hebben het vorig jaar hebben ze het in de haven van Koers gedaan, hier in Arnhem. Ze gaan het, voor zover ik geïnformeerd ben, dit jaar bij de Defensiehaven doen. En wij zijn met de gemeente in gesprek, wij is zeg maar de buurtbewoners hier, om het ook volgend jaar voor ons te laten gebeuren.